De o zo rustige Finse plattelandsbenzinepompen veranderen door Navigate Noord vaak razendsnel in een soort mierennest. Ook vanochtend was het weer raak. Op het checkpoint bij de pomp moesten de teams zich melden voor de volgende etappe. Ja, de mannen van Kippy zijn weer bloedfanatiek als altijd. Ze hebben net gebeld. Ze proberen de opdracht eerder te krijgen, maar Leo laat niets los. Jongens, dat is een verrassing, jullie gedoen. Ik krijg je om dit te horen, ja? Als je gebeld hebt. Om 10 uur krijgen de deelnemers de opdracht. Dankjewel. Een zogenoemde knikkerzak-etappe, waarbij op allerlei plekken coördinaten moeten worden aangedaan. Jongens, succes. Ja, bedankt. Zit je gewoon hier alles tot in de, achter de komma in te moeten vullen. Heb je gezien hoeveel? Het is vakantie. Maar we gaan weer hangen, ja? Doei. Ja, vakantie of niet, ook Ad is ondertussen druk aan het rekenen. Zie je er al enige logica in, Ad? Ja. Ik denk dat, ik ga ze niet allemaal invoeren, maar ik denk als die nummertjes een beetje in de buurt van elkaar zitten, dat we redelijke route kunnen maken. Wat is de opdracht vandaag? Nou, we moeten, kijk, een ontzettende berg met coördinaten. En uiteindelijk moet je zoveel mogelijk coördinaten zien te pakken. En ik had uitgerekend, het is 15 per coördinaat. En 15 punten? Ja, 15 punten. Dus zijn 20. Je kan 300 punten halen en het telt allemaal mee. Dus het is een redelijk heftig opdrachtje. Het is de knikkerzakopdracht, zeggen ze. Nou was ik altijd goed in knikkeren vroeger, maar of ik dat nu ook voor elkaar krijg is de vraag. Hey, maar je kunt ook nog strafpunten krijgen. Ja, als je het... Nee joh. Jawel. Maar? Hier, coördinaat wat niet wordt behaald, wordt 10 punten in mindering gebracht. Holy fuck, ook nog. jongens. Oké. Ja, ga goed komen, denk ik. En dan rijden de eerste teams alweer weg om de coördinaten op te halen. Ook Ad en Denise hebben hun route bepaald en zijn op pad. Op de plattelandswegen rijden de teams kriskras door elkaar. Eerst linksaf voor puntje zus en dan weer terug en rechtdoor voor puntje zo. En dus was het opschieten geblazen om overal te komen. Goedemorgen. Morgen. Daar zijn we alweer. Hoe gaat ie? Ja, top. Ja? Het gaat hartstikke mooi. Ja, dat is mooi hoor. Mooi. Ik vind het ook wel heel leuk, zo die coördinaten allemaal door elkaar heen, vind ik wel heel gaaf. En je dan op de app kijken hoe kriskras iedereen door elkaar heen rijdt. Dat is superleuk. Inderdaad Jan, een superleuk dagje Navigate Noord zit er weer op. De etappe van vandaag bracht ons van Oulu naar Kuopio in het zuidoosten van Finland. Nokian Navigate North wordt mede mogelijk gemaakt door Nokian Tires, Reco, Micpoint, Interforce en Verschuurolie.